DNA-voorzitter gaat in op protestacties. Regering wil pot voor reconstructie binnenland instellen. En Venezuela vreest Amerikaanse interventie. Maandag 10 april 2017. U kijkt naar het journaal van de SDVS. Van harte goedenavond. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Simons, heeft begrip voor de acties van het volk. Echter is volgens haar de eis van de vakbonden om de verhoging van de brandstofprijs terug te draaien niet realistisch. De regering heeft inkomsten nodig om de staatshuishouding draaiende te houden, aldus Simons. Ik denk dat iedereen, ook de vakbonden, wanneer je kijkt en zegt van oké, draai de prijs terug, dan zijn er dingen er tegenover. Je kan de prijs terugdraaien van de brandstof, maar mensen moeten hun loon krijgen en mensen willen meer loon. Elke dag bemiddel ik voor mensen, die organisaties die goed werk doen in het land, die hun subsidie moeten krijgen. Toch, elke dag is het passen en meten. Dus je kunt zeggen van draai dat terug, dan moet je een alternatief hebben. Omdat die regering wel die verschillende dingen moet kunnen blijven betalen. Toch, als je mensen hebt die echt problemen hebben, de mensen, bijvoorbeeld de mensen met een beperking. Ik zou heel graag in deze crisis die mensen hun uitkering minstens naar die 525 van die AOV brengen. Ik zou dat graag willen doen. Maar ik besef dat als je dat doet, dan moet het geld ergens vandaan komen. Toch? Dus het is niet een maatregel, ik wil dat of ik wil dat niet. Dan moeten we kijken. Als je dat weghaalt, wat moet er dan gebeuren? Moet er dan rij- en voertuigenbelasting komen? Moeten de tarieven voor boven de 1000 kilowattuur per maand mensen een extra heffing betalen zodat er wat inkomsten komt? Moeten we de huurwaardebelasting van de huurhuizen verhogen? We moeten inkomsten hebben om die lonen te betalen en om de dingen door te blijven laten draaien. Vandaag is de derde dag van het protest. De raad van vakcentrales, Rafaxuur, zette druk op de regering om de brandstofprijzen terug te draaien. Hoewel de voorzitter van DNA begrip heeft voor het feit dat het volk haar democratisch recht gebruikt om te protesteren, doet ze een beroep op de leiders van de vakbonden. Ik heb alle begrip voor een heleboel van die mensen, alleen vraag ik wel. De dingen die ik heb gehoord over mensen die dingen willen escaleren en de mensen die dingen gewelddadig willen maken, beste mensen, laten we voorzichtig zijn met het land, want thee brokken, je kan brokken snel. Maar je nog maar mee kan bakken. Ik roep op om goed te kijken, en iedereen kijkt naar nieuws. Nou, die landen waar mensen zogenaamd zijn gaan demonstreren voor dit en dat en gewelddaden, waar die landen vandaag zijn. Ook als die andere beweging heeft overgenomen, zijn die landen nog steeds aan de grond, anders vechten nog steeds tot de dag van vandaag. Laten we dat niet doen. Laten we protesteren en druk uitoefenen. Dat is de manier waarop de bevolking volgens hun democratisch recht druk mag uitoefenen op de regering om in een bepaalde richting te lopen en dat we dan weer praten zodat we met elkaar ondersteunen en het land halen door die moeilijke periode. De actievoerende organisaties hebben besloten om deze week geen acties te voeren met het oog op de christelijke feestdagen. De regering treft voorbereidingen voor het instellen van een pot reconstructie binnenland na overstroming. Dit is een maatregel van de overheid om de schade in het district Sipaliwini als gevolg van de overstroming te herstellen. Financiële middelen die door de overheid en internationale organisaties worden gestort, zijn bestemd voor de heropbouw van het gebied. Het is van belang om de evacuees die terugkeren naar hun dorpen te ondersteunen om het normaal leven op te pakken. De potreconstructie binnenland na overstroming wordt beheerd door het ministerie van RO, waarbij de minister ook verantwoordelijk is voor de behandeling van het proces en toeziet op de acute noodhulp. Deze acute noodhulp is vorige week door de regering beëindigd, want het was een onderdeel van het NCCR-operatie Hewatra. Dit alles is besloten op een stakeholdersvergadering met vertegenwoordigers van het ministerie van NH, Defensie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Financiën, het Bureau Volkscontacten, NCCR, Buitenlandse Zaken, Districtscommissariaat Sipaliwini en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Het ministerie van Financiën gaat na welke technische en juridische stappen ondernomen moeten worden om een noodfonds op te zetten. Met de gelden uit dit fonds zal er bij noodgevallen acute hulp
worden aangeboden. Het Psychiatrisch Centrum Suriname boekt successen met een online info- en hulpprogramma dat in 2015 is ingesteld, de e-health site. Hier kunnen klachten over depressieve gevoelens en alcoholgebruik van Surinamers behandeld worden. Roy Jatnanan Singh, psycholoog van het PCS, legt het uit. De informatietijdperk, de digitale tijdperk, steeds erger aan het worden is. Als je nu bijvoorbeeld naar bepaalde ambassades wil gaan, moet je online je afspraken maken. In Nederland bijvoorbeeld, als je naar de arts moet gaan, ga je ook online moeten aanmelden. Men is heel veel bezig op WhatsApp, op Facebook en al die chatprogramma's, je kent het wel. Dus men weet ook dat de digitale tijdperk steeds erger en erger geworden is. En natuurlijk kan de geestelijke gezondheidszorg ook niet achterblijven op die ontwikkeling. Dus vandaar er e-health is ontwikkeld, waardoor mensen toegang krijgen tot geestelijke gezondheidszorg. Zoals bijvoorbeeld een behandeling van een depressie, zoals collega Dano dat net heeft uitgelegd. En iemand zou zeggen van ik wil niet meteen naar de huisarts of de psycholoog of de psychiater wil gaan, heb je nog altijd de e-health.sr, waarbij als je daar inlogt, het is gratis, het is anoniem, niemand ziet dat je daar bent ingelogd, vaak gebruiken een schuilnaam, kan je daar informatie krijgen over depressie en verder informatie krijgen over alcoholgebruik, problematisch alcoholgebruik. Je kan daarbij een zelftest doen om te kunnen weten, is mijn alcoholgebruik problematisch? Of zijn de klachten die ik signaleer inderdaad depressieklachten? En ten derde, wat kan ik er tegen doen? We hebben twee hulpprogramma's opgeladen erop. Een alcoholprogramma, om je te kunnen helpen om je alcoholgebruik te kunnen minimaliseren. En een programma, de e-strijf, om wat tegen je depressieklachten te kunnen doen. En het programma gaat dan te werk als een echte psycholoog. Hij is ook gemaakt door psychologen natuurlijk. En hij gaat op een bepaalde makkelijke manier met je mee om je te helpen over die problemen heen te kunnen komen. De psycholoog is van mening dat Suriname ten opzichte van de rest van de wereld niet kan achterlopen. Wel is het zo dat Suriname het eerste land in het Caribisch gebied is met zo'n e-health site. De introductie van dit hulpprogramma moet volgens het PCS de grote toename van depressiegevallen in Suriname indammen. Shenen Danu, psycholoog in het Psychiatrisch Centrum Suriname, gaat in op de verschillende vormen van depressie die het meest in ons land voorkomen. Een depressieve stoornis kenmerkt zich dus door twee grote kenmerken. Eén is een sombere stemming, een beetje neerslachtig. Mensen zeggen wel eens dat me vier sari. En of een verlies of een verminderde plezier of interesse in dingen die men vroeger wel leuk vond om te doen. Bijvoorbeeld als men vroeger wel leuk vond om een potje voetbal te kijken op tv, dan vindt een depressief persoon het minder of helemaal niet leuk. Behalve die twee criteria zijn er nog een aantal criteria die kunnen verschillen van persoon tot persoon, maar waarbij er tenminste één van zulke criteria aanwezig moet zijn. Veranderde eetlust. Sommige mensen gaan meer of minder eten. Verandert slaappatroon. Soms komen ze moeilijk in slaap of worden vaker wakker. Wat er ook vaak speelt zijn negatieve gedachten, vaak piekeren, vage lichamelijke klachten. Zoals vaak maagpijn hebben, vaker buikpijn hebben, zijn tekenen van dus een depressie. Op de e-health site kunnen vragen binnen de kortste keren worden behandeld, geeft Jatnanan Singh aan. Met behulp van het bedrijfsleven wil het Psychiatrisch Centrum Suriname eraan werken om de teksten op de e-health site ook in het Javaans, Sernantongo en Surinami te vertalen. Niet schromen om hulp te zoeken. Hulp is er altijd. Niet schromen om hulp te zoeken. Het moment dat je denkt van ik word een ander mens en ik voel me niet meer prettig zoals ik ben. Ik voel bepaalde verschijnselen die mij vreemd zijn en ik leid er negatief onder. Dan moet je meteen hulp gaan zoeken. En hopelijk dat vanuit de arts die de goede screening zal doen, ook de verwijzing zal zijn naar een andere hulpverlener.
De melkboeren kijken nog steeds uit naar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om verandering te brengen in het opkoopbeleid van rauwe melk door de melkcentrale. Maar minister Suresh Algu deelt mee dat er op dit stuk al stappen vanuit zijn ministerie zijn ondernomen. Het probleem werd ongeveer 2 weken geleden aangekaart. De melkboeren lieten toen weten dat ze niet eens zijn met de regels van de melkcentrale bij het opkopen van rauwe melk. De kwaliteitsmetingen van rauwe, aangeleverde melk wordt niet in bijzijn van de boeren gedaan. Dus vinden de boeren het onterecht dat er bij de meting geen sprake van transparantie is. Toen werd de minister van LVV erbij gehaald. Hij voerde ook gesprekken met de boeren waarover de bewindsman de volgende informatie geeft. We hebben 2-3 weken terug hier een gesprek gehad met de boerenorganisaties. Er zijn 2. In bijzijn van melkcentrale. En wij hebben van ons kant ook gezegd, we sturen 1 of 2 analisten die dat ook gaan uitvoeren, die analyses doen. En dan analyse van melkcentrale, analyse van LVV en dan vergelijken we dat. En dan zien we gelijk wat zich afspeelt. Normaal zou het moeten zijn 4-5% wanneer we praten over kwaliteit melk gecertificeerd. Maar op dit moment weten we dat de boeren toch wel de 3 halen. 3,5 bepaalde zelf 4. Maar melkcentrale hanteert 3, terwijl bij beschikking staat 3,25. Dus als melkcentrale nu gaat hanteren volgens 3,25, dan is er nog steeds niets aan de hand. Wanneer ze zouden zeggen van we hanteren boven 3,25, dat zou een probleem zijn. Dus juist moeten ze blij zijn dat de melkcentrale nog steeds van 3% hanteert. Echter geven de boeren aan dat zij nog steeds niets van de impact vanuit LVV merken. Er is onduidelijkheid omtrent de kwaliteitsmeting. De minister had wel gesprekken gevoerd met ons. Waar er gelijk aangekaart dat het probleem bij de melkcentrale kwaliteitsmeting is. En alle keuringen worden bij de zijde van de melkboeren gedaan, alleen de kwaliteitsmeting niet. De minister zei, ja, zou iemand daar sturen, een analist, of, ja, analist, ja. En dan zou de kwaliteit gelijk gemeten worden. Maar dat is nog steeds niet gebeurd, want we zitten niet op de bond. We moeten dat op de bond zien. En dan pas kunnen zeggen, ja, de minister heeft de waarheid gesproken. Want tot nu toe, wat ik zie, dat de minister eigenlijk ook een beetje uitweekt om de zaak op te lossen. Dit hadden we ook aangekaart bij de minister. De minister, ik had harde bewijzen voorgelegd bij de minister. De minister had gezien. De minister heeft duidelijk gezegd aan de directeur, dus melkcentrale, gelijk, dit moet geen 3,3 zijn, 3,25 zijn. De melkcentrale was akkoord, maar ze gaan normaal door met de 3,3%. Inderdaad zeggen de boeren dat ze gesprekken met de minister hebben gevoerd, maar zaken worden niet conform de afspraken aangepakt. Dit zorgt ervoor dat de druk en beperkingen bij de melkboeren volgens Ramlagan voelend zichtbaar zijn. Er is sprake van ontevredenheid binnen de melksector en dat willen de melkboeren graag veranderd zien. Nogmaals benadrukt Ramlagan dat er duidelijke afspraken waren gemaakt tussen de melkboeren, het ministerie van LVV en de melkcentrale. Ook in de praktijk wil Ramlagan dat partijen zich aan de afspraken houden. En deze is de belangrijkste wat gedaan moet worden. Kwaliteit moet gelijk gemeten worden, dus alleen dat de boeren ook garantie hebben, want kijk, het grootste probleem is bij de melkboeren. Ze kunnen nergens een hypotheek nemen, begrijp je, want overal waar je gaat, wordt er gevraagd, wat verdien je per dag, wat is je loon per dag? En kijk, bij de melkcentrale is er geen garantie, want van de week, van de fortnight ontvang je 2,75, dus het volle bedrag, en de andere fortnight ontvang je de helft van het bedrag. Dus op die manier kan je ook je boerderijen niet uitbreiden. En de melkboeren zijn bereid 1 cent op een liter te betalen bij de kwaliteitsmeting. Dus op die manier dat de melkcentrale 4 miljoen liter melk ontvangt jaarlijks, kan die 4 miljoen centjes bijverdienen. Vanaf maandag 10 april hebben de leerlingen van de Willem van Lier School in Domburg een multifunctionele ontspanningsruimte. De sponsor van de ruimte is het bedrijf Argos. Jongeren kunnen hierin onder andere sporten, maar ook relaxen. De ruimte werd middels een ceremonie officieel geopend. Minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaf de jongeren het advies om te blijven studeren, daar educatie een middel is om uit armoede te geraken. Onderwijs is niet eenvoudig. Er moet veel geld gemoeid gaan om ontwikkeling en verandering binnen ons onderwijs te brengen. En
Directeur, ik hoop dat u ook mijn dank uitbrengt aan de ontwerper van dit multifunctioneel centrum, ingenieur Oliver Smit. Want ik weet dat jullie al een tijdje timmeren aan het fundament binnen onderwijs. Ik ken ook die bijzondere mooie school die ontworpen is daar voor IBO 1, de Kangaroo School. Maar dames en heren, jongens en meisjes, dit wil ik even zeggen en vooral aan de examenkandidaten wil ik even het woord richten. Het is jullie laatste jaar, zetten jullie je optimaal in. We are the world, we are the children. Aangehaald werd dat donorgelden niet altijd gebruikt hoeven te worden voor scholen in de stad. Ook die in de districten moeten bedacht worden. De bewindsman deed de belofte dat als de directie van de school een project schrijft voor het verkrijgen van een gymzaal, hiervan werk gemaakt zou worden. De Colibri Tour, een nieuwe en stille tour voor Suriname, is zondag jongstleden gelanceerd. Met deze tour wordt de schoonheid en authenticiteit van Paramaribo in 60 minuten ontdekt. Er wordt niet gesproken tijdens deze tour. De bezienswaardigheden in de hoofdstad worden beleefd op een eigen manier. Men wordt wel schriftelijk geleid van de ene naar de andere plaats. De 10 parels die te zien zijn, zijn onder andere het Presidentieel Paleis, Corner House en de Dixie Bar, de moskee en synagoge, de Weidenbosbrug en het Kerkplein. Om even stil te staan bij de moskee, is eigendom van de Surinaamse Islamitische Vereniging en staat op de plaats waar in 1932 al een moskee in traditionele Surinaamse houtbouw was. Een andere historische plek in deze tour opgenomen is synagoge Neve Shalom. Een Joods gebedshuis staat meteen naast de moskee en dateert uit 1842. De Jules Weidenbosbrug maakt deel uit van de Oost-Westverbinding en is genoemd naar oud-president Jules Weidenbos en werd op 20 mei 2000 geopend. Het eerste gebouw aan de noordelijke kant van de waterkant is de Corner House, het hoekhuis. Een onderdeel van het hoekhuiscomplex is de Dixie Bar, die vroeger fungeerde als concertgebouw voor muzikale aangelegenheden. Het Centrum voor Communicatie en Public Relations biedt de tour aan in samenwerking met Stichting United Tour Guide Suriname. Deze tour is ook toegankelijk voor ieder. De voorzitter van het Centrum Communicatie en Public Relations, Angela van der Kooijen, gaat in op de stijl van deze tour. We hebben de MOU getekend met Stichting United Tour Guide Suriname. En dat hebben we bewust gedaan. CCPR heeft zeg maar het concept bedacht voor deze Colibri Tour. En heeft 10 parels in Suriname geïdentificeerd, eigenlijk in de binnenstad van Paramaribo. En uiteraard, we zijn geen tour operator, vandaar dat we dus een partner hebben gezocht die eigenlijk dit concept wil gaan promoten en ook wil gaan implementeren. Vandaar dus ook dat we die samenwerking zijn aangegaan met het landelijk platform voor de tourguides in Suriname. Zij zijn dus degene die deze tour gaan aanbieden en ook deze tour gaan uitvoeren. In principe zijn er 10 parels geïdentificeerd door CCPR, ook omdat we natuurlijk vaker stadswandelingen hebben gedaan en weten wat voor tours er allemaal worden aangeboden. Op grond daarvan zijn we in gesprek gegaan met Stichting United Tour Guides en hebben gezegd van, dit zijn de 10 parels die we geïdentificeerd hebben. Klopt dit? Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie opmerkingen erover? En op grond van eigenlijk die samenwerking is misschien de volgorde van de parels gewijzigd en is de tekst iets aangepast. En het is dus in samenwerking geweest met de Stichting United Tour Guides. Van der Kooijen geeft verder aan dat de tour ook is bedoeld voor mensen met een gehoorbeperking. De secretaris van Stichting UTGS, Errol Geesius, gaat in op de bijdrage van de stichting. De bijdrage van ons is dat wij in samenwerking met CCPR de tour uitvoeren. De tourguides zijn de mensen die veelal de plekken kennen, de informatie op de hoogte zijn. En de tourguides zijn eigenlijk ook storytellers. Nou, die samenwerking houdt in dat zij en eigenlijk wij van de United Tour Guides hebben, we ondersteunen alle
initiatieven van andere instanties om de toerismeontwikkeling te stimuleren. In de zin van nieuwe tools te ontwikkelen, de tours te diversificeren. Want dat, er zijn zoveel stadstours, verschillende stadstours, maar het karakter is een beetje anders. En dat is waar wij ondersteunen. Oké, de gidsenorganisatie gaat ondersteunen met de begeleiding. De tour werd afgesloten in een romantische ambiance van de Surinaamse tuin in de binnenstad, het Coto Museum. En met dit bericht heb ik gehad voor wat het nationaal nieuws betreft. Ik ben zo bij u terug met de internationale berichtgeving. De Venezolaanse president Nicolas Maduro vreest een Amerikaanse interventie in zijn land. De Venezolanen voelen zich bedreigd door de agressie en dreigementen die ze kregen van extreme afdelingen uit de Verenigde Staten, aldus Maduro. De radicale kringen die de macht hebben in het Pentagon, het militaire commando in het zuiden van VS en het ministerie van Buitenlandse Zaken koesteren plannen voor een interventie in Venezuela, ging hij verder. Maduro's uitspraken volgen op de Amerikaanse raketaanval in Syrië als wraak voor de gifgasaanval waarbij bijna 90 burgers omkwamen. In het verleden beschuldigde Nicolás Maduro andere landen er al van een economische oorlog tegen zijn regering te voeren. De economische omstandigheden in Venezuela gingen er de laatste maanden op achteruit. Het land kan amper voedsel en medicijnen importeren en de bevolking wordt verarmd door de hoge inflatie. Ook op politiek vlak gaat het land door woelige tijden. De regering is in een machtsstrijd met het parlement verwikkeld waar de oppositie de meerderheid heeft. De belangrijkste oppositieleider in Venezuela, Enrique Capriles, werd onlangs verboden zich de komende 15 jaar verkiesbaar te stellen. Zaterdag trokken duizenden Venezolanen de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen en de dictatoriale trekjes van Maduro's regering aan te klagen. Zuid-Korea en China gaan stevige maatregelen treffen tegen Noord-Korea als dit land nog één keer een kernproef uitvoert of een intercontinentale ballistische raket lanceert. Dat heeft Zuid-Korea bekendgemaakt na overleg tussen de Chinese en Zuid-Koreaanse diplomaten. Over de inhoud van de maatregelen werden geen mededelingen gedaan. De Zuid-Koreaanse diplomaat Kim Jong-un zei op een persconferentie te vrezen dat Noord-Korea bezig is met de voorbereidingen voor een nieuwe kernproef. Peking volgt de ontwikkelingen op de voet en pleit voor een terughoudendheid. Alle partijen moeten zelfbeheersing tonen en niets doen wat de situatie verergert, aldus de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. De spanningen op het Koreaanse Schiereiland zijn toegenomen nadat Noord-Korea een rakettest had uitgevoerd. Daar komt nog eens bij dat de Verenigde Staten een vliegtuigschip richting Korea hebben gestuurd. En vandaag, maandag 10 april, is de eerste directe goederentrein vanuit het Verenigd Koninkrijk naar China vertrokken. De directe verbinding naar China is onderdeel van de handelsstrategie van de Britten in verband met hun vertrek uit de Europese Unie. De eerste directe trein vanuit China kwam in januari aan in Oost-Engeland. De reis van ruim 12.000 kilometer lang neemt iets meer dan 3 weken in beslag. Dat is ongeveer de helft van de tijd die nodig is om dezelfde reis per schip te maken. De treinreis voert onder andere door België, Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan. We volgen de oude zijderoute om Britse producten over de wereld te vervoeren, stelt de Britse handelsminister Greg Hens. De trein vervoert voornamelijk frisdranken, vitamines, medicijnen en babyproducten. Ik wens u een fijne avond verder toe. Dag.